Het is een druilerige donderdagochtend, maar hier binnen bij Park Plaza is het warm bij de open koffie. We hebben net een koffietalk, nee het heet geen koffietalk, maar wel een talk gekregen van Esther Schouwstra. Ik moet even kijken naar haar naam, van Samen voor Eindhoven. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat je daar eigenlijk heel blij van wordt. Niet geen charity, ja het heet charity, maar niet weggeven, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Ik ga eens even vragen wat de ondernemers van het verhaal vonden. En misschien hebben ze ook wel andere ideeën. Oké, daar gaan we. Oh ja, en dit is Paula Pijlt voor Open Koffie. Dus. Waar zullen we eens naartoe? Ik ga even meteen naar de spreekster eigenlijk. Esther, mag ik jou meteen iets vragen? Ja. Je bent al druk in gesprek. Sorry, ja. We komen meteen, sorry dat ik onderbreek. We komen meteen live weer op tv. Mooi verhaal had je. Wat denk je van de reacties zo van mensen? Ja, dat moet blijken. Dat weet ik niet wat ze ervan vinden. Meestal werkt het wel aanstekelijk en inspirerend, hoop ik. Ja. Mooi begin, hè? Iedereen een beetje een beweging krijgen. Ja. De ja en de nee. Je moest van de een naar de andere kant lopen. Ja, dat is anders dan een presentatie. Dan vertel je het verhaal en nu laat je mensen zelf denken. En het liefst ook wat interactie, maar daar was de tijd wat kort voor. Ja. Wat vragen? Want Anita is heel bekend bij Open Koffie. Je doet heel veel werk voor Open Koffie. Ik doe mijn best. Ja, je bent heel druk bezig geweest. Heb je het verhaal wel een beetje meegekregen van Esther? Helemaal niet, omdat ik druk bezig was met mensen die nog binnenkwamen. Okay, ja. En nee, ik heb er niets van gehoord. Ik heb Esther gezien en dan houdt het op. Okay, nou, het gaat over dat je eigenlijk iets weggeeft, je kennis. En dat je daar eigenlijk heel blij van wordt. Gratis, wel gratis, maar niet kosteloos, zoals we ook ooit hebben gehoord. Ja. Heb je daar een idee zelf bij? Ideeën zat, want dat doe ik dus ook voor de Open Business Community Eindhoven. Veel doen en zichtbaarheid krijgen, maar gewoon leuk. Dus je krijgt ook heel veel voor terug. Geeft jou een goed gevoel? Dat geeft me een heel goed gevoel. En het is het begin, dus daar moeten we ook voor terug gaan komen. Okay. Hebben jullie geluisterd naar Esther, het verhaal? Oh, ze hebben niet geluisterd. Nee, maar omgekeerd. Oké, heb je daar een gedachte bij? Ga je opgeven meteen voor een leuk project? Ik ben net begonnen met mijn eigen projecten, mijn eigen bedrijf opzetten. Ik heb mijn diensten al aan Open Koffie nu aangeboden en dat vind ik keileuk. Maar in één stap tegelijk. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ik ga het zeker in de gaten houden. En daar waar ik zie dat ik denk van, oh, daar kan ik met niet al te veel inspanningen iets mee doen, dan ga ik dat zeker doen. Okay. Want vertel even, wat doe jij voor Open Koffie? De website tekst schrijven. Ja. Ja, dat is fijn. Dan zien we dadelijk echt een duidelijke, mooie, doorzichtige website. Dus. Dat is in ieder geval de bedoeling dat het duidelijk is. Ja. Okay. Nou, hartstikke fijn. Dus jij doet het al. Dat maatschappelijk ondernemen doe je eigenlijk dus al, hè? Ja, ja, nou ja, maatschappelijk ondernemen. Waar je iets van terugkrijgt natuurlijk. Hè? Dat je kan laten zien wat je doet. Ja, ja. Zo, prima. En mag ik jou ook eens vragen wat vond jij van het verhaal? Het sluit helemaal bij mijn filosofie aan. Ik ben een ondernemer die heel vaak wat voor de wereld terug doet. Ik ga 1 of 2 dagen in het jaar geef ik een hele dag beschikbaar tijd om met mensen die hulpbehoevend zijn of anderzijds om een dag mee te lopen. En om te helpen en ook om ervan te leren uiteraard, hè, want het is een wisselwerking. En ga je ook samen voor Eindhoven iets doen, denk je? Nou, ik heb mijn kaartje al gegeven, dus ja. Voor de eerste keer bij Open Koffie? Ja, klopt. Ja. En hoe kwam je er zo bij? Via internet kwamen we erop. Dus, en omdat wij het belang van netwerken heel erg inzien, dat we gaan hier eens kijken. Want wat doe je? Ik ben van Tasty Tables. En wij zijn een platform waar restaurants last minute kortingen kunnen geven op producten die anders over de datum gaan. Dus bijvoorbeeld een biefstukje, hè, die bijna over de datum is, kunnen ze bij ons met korting aanbieden. Waardoor de consument met een korting kan gaan eten. Hey, maar dit gaat ook wel een beetje link leggen met het maatschappelijk ondernemen. Ja, hè, klopt. Ja, dat klopt. Alleen is het natuurlijk, derving is een heel groot probleem. Ook qua kosten, maar ook dat dieren worden gewoon geslacht. Terwijl het gewoon weggegooid wordt. Dus ontzettend zonde. Ja. Als die producten verkocht kunnen worden, hè, dan met een leuke korting. Ja, dan wint de consument ermee en het restaurant, die hoeft niet weg te gooien. Nee. Ook voor de eerste keer bij Open Koffie? Nee, ik ben al een aantal keer bij Open Koffie geweest. Ik ben Open Koffie Nuenen ben ik sowieso een aantal keer geweest. Daar ga ik morgen ook weer naartoe. En ik ben pas geleden een businessborrel hier geweest in Park Plaza. Dus ik ben echt flink bezig met de netwerken. Ja, leuk. Een fijner tijd, zit dan ochtends vroeg? Of, Nee, ja, ik vind ze allebei prettig. Ik denk dat alleen in de avond nog wat fijner is, omdat de meeste bedrijven dan toch klaar zijn met werken. En waardoor er toch andere mensen komen die toch overdag productiever kunnen zijn als ze 's ochtends dit laten. Ja.
Ja. En wat vond je van het verhaal, het maatschappelijk ondernemen? Ja, doe je dat? Ik ben er zelf een groot voorstander van. Ik vind het namelijk heel belangrijk wat er in de maatschappij gebeurt. En ik denk namelijk dat het hart- en mind-verhaal zeer aangescherpt moet gaan worden. Ik vind ook een beetje de normen en waarden die door het maatschappelijk ondernemen weer een beetje omhoog gekregen gaan worden. Ja. Heb je ooit zelf al eens iets zomaar gedaan? Vrijwilligerswerk? Ja, toevallig wel. Ik heb in het bejaardencentrum heb ik wel eens geholpen. En daarnaast ben ik heel sociaal van aard. En als ik mensen zie die problemen hebben op straat, zo probeer ik ze altijd te helpen. Ja, jij helpt iedereen oversteken? Ja, inderdaad. Heb ik meerdere malen gedaan. Ik heb ook wel eens gehad mensen met ijs of zo, dat ze uitgeleven, namelijk oudere mensen. Ja, dan ben ik toch wel iemand die denkt van nou, zal ik even helpen naar de overkant van de straat. Of als er kapotte auto is of iets dergelijks. Ja, zo ben ik opgevoed. Ja. Want heeft dat met jouw bedrijf te maken? Ik zie Start People. Ja, Start People is een uitzendbureau, oude Start. En ik help mensen aan de baan. Daarnaast proberen wij een adviserende rol te geven in het outplacement, inplacement van personeel. En het werven en selecteren ervan. Dus dat is wel een hele leuke, dankbare baan. Ja, super. Ja, wie weet is met Samen voor Eindhoven wel een link te leggen. Absoluut. Ik denk dat er zeker wel wat mogelijkheden zijn. Ik ga dit zeker ook zeker meenemen. Ook even naar kantoor even kijken wat wij eraan kunnen toevoegen. Dus ik ben zeer geïnteresseerd. Ja, hoe bevalt het hier nu bij Park Plaza? Het ziet er gewoon heel gezellig uit en de sfeer is gewoon heel goed, hè? Waardoor je ook heel gemakkelijk met anderen in contact komt. Dat vind ik wel heel gemakkelijk. Ja, okay. En zie je voor jou ook concreet ook een link nu? Ik denk wel dat ik wat betreft mijn expertise zal ik wel wat kunnen toevoegen bij non-profit organisaties of degene die daar belangstelling voor heeft. Dat zie ik wel. Ik ben van Start People. Het gaat over maatschappelijk ondernemen. In ieder geval dat je kennis en expertise inzet voor, nou ja, voor de maatschappij. Zeg maar. Ja. Zeker positief, denk ik. Met alles wat er op het nieuws is, al het negatieve natuurlijk. Dat er ook bedrijven die veel geld verdienen of geld verdienen, dat die zich ook voor de maatschappij en voor het grotere plaatje inzetten. Hey, dit is de eerste keer dat ik op een open koffie ben. Ik ben ook nog maar net begonnen als ZZP'er, dus het is echt helemaal nieuw. Ja. In communicatie. Ja, klopt. Ja, ik ben communicatiedetective. Als mensen zeggen van, goh, ik heb een leuke site, ik heb een leuk bedrijf. Ik heb van allerlei leuke plannen, maar ik krijg geen klanten, want ik kan de klanten niet houden, ze lopen snel weg. Dan word ik daarop losgelaten van, hoe zit dat nou precies en waar kunnen we nou verbeteringen doorvoeren? Het zou een hele goede toevoeging zijn voor Samen voor Eindhoven, als ik het zo hoor. Nou, ik wil wel met Esther gaan praten, ja, absoluut. Ja, ze is natuurlijk nou druk bezig met andere mensen, omdat ze nou heeft gesproken. Maar als ik even de kans krijg, dan laat ik mijn kaartje bij daarachter. Ja hoor. Goed. En hoe is het hier bij Open Koffie voor jezelf? Nou, ik vind het echt een hele leuke sfeer. Ik vind het heel open. Je hebt ook wel eens bijeenkomsten waar mensen eigenlijk wat meer laten zien van, oh, hier ben ik en zo. En hier staan mensen echt open voor elkaar. En we willen graag een keertje met elkaar in praten. We zijn hier gewoon aan tafel erbij gaan zitten. En dat mag zomaar. Ja hoor. Gewoon. Doe jij wel eens iets zomaar voor iemand? Ja, sowieso. Ik vind zelf maatschappelijk verantwoord organisaties vind ik ook heel belangrijk. Dus ik ben nog maar net bezig, dus ik ben aan het kijken hoe ik dat als klein ZZP'ertje kan doen. Ik wil vooral kijken hoe het in mijn wijk, in mijn omgeving, hoe ik daar kan helpen misschien. Maar zeker wel. Ja, het is echt iets wat heel belangrijk is, denk ik. Ik vind dat we de toekomst hebben. Ja. Weet jij wat van die cijfers? Dat er zoveel kinderen in armoede leven in Eindhoven? Nee, dat wist ik niet. Maar ik wist wel dat de armoede in Nederland veel meer is dan mensen denken. Marcel van Dam die heeft er ook heel veel over onderzocht. En daar zelfs een boek over geschreven. Ja. En dat heb jij gelezen? En dat heb ik gelezen, ja. Ja. Ik moet er eerlijk zeggen dat ik daar nooit echt mee bezig ben geweest. Echt bewust maatschappelijk ondernemen. Het is wel een onderwerp waar ik iets meer over bezig ben. Maar nog steeds niet echt direct iets mee heb. Maar heb je misschien vandaag iets gehoord, iets nieuws waarvan je denkt, hey, dat wist ik echt niet? Nog niet eigenlijk. Ik ben ook pas iets later binnengekomen. Dus ik heb niet alles nog meegekregen daarover. Nou, het ging over armoede in Eindhoven, eenzaamheid. Er is nogal wat. Meer dan dat je zou verwachten. Dus vandaar ook de noodzaak om iets te doen voor elkaar. Dus je had misschien over de streep getrokken kunnen worden, maar dat heb je niet meegekregen. Ik heb het niet echt meegekregen. Nee. Nou, ik heb zelf ben gevestigd in een wat minder goede wijk van Eindhoven. Dus ik ben wel bekend met zeg maar, ook de mindere kanten van Eindhoven. Het is nog niet direct dat ik band heb ermee om er echt iets mee te gaan doen. Doe je wel soms zomaar iets voor iemand? Ja, zeker. Wat dat betreft ben ik zelf persoonlijk een heel behulpzaam iemand. En sta eigenlijk ook altijd klaar voor mensen in mijn naaste omgeving. Maar het is
meer vanuit van mijn naaste omgeving krijg ik die aandacht wel, maar voor vreemden wat minder. Zeg maar. Wat doe jij voor business? Ik zit in de IT, maak websites, webapplicaties en heb in het verleden bijvoorbeeld wel wat meer ondersteund bij studentenactiviteiten en zo, is dat we daar voor eigenlijk geen geld zeg maar dingen gaan maken, dat op die manier een stukje ondersteunen bij dat soort projecten. Maar niet echt op een andere manier. Toch wel, maar vrij maatschappelijk bezig, als ik zo ja, hoor. Ja. Zeker weten. Ik probeer wel daar waar ik kan op een bepaalde manier toch te ondersteunen. Maar wel eigenlijk vooral gericht op de dingen die ik zelf ook wat interessanter vind daarin. Ik ga nog een paar mensen... Nee, ik ga even een paar mensen in een hoekje zien. Die wil ik nog wel wat vragen. Oké, ga je mee, hè? Hein van City TV, hè? Heb je vandaag iets nieuws gehoord, echt waarvan je dacht in het verhaal van Esther, van wow? Nou, het is gewoon hartstikke mooi om te zien dat er zoveel initiatieven worden genomen. En dat het ook heel mooi is dat je, als je als organisatie niet weet wat, je, wat een goed doel zou kunnen zijn, dat daar dus ook ondersteuning in is. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, dus, kende jij de organisatie al? Nee. Er is toch wel iets nieuws gehoord ja, vandaag? Ja, absoluut. Over mensen om je heen, misschien ben je lekker aan netwerken nu? Ja, heerlijk. Ik heb net, als ik dan toch van de gelegenheid gebruik mag, maar ik heb net van Holiday in iemand gesproken. Want namens de Sooroptimist gaan wij een wandeling organiseren tijdens Glow. En wij zijn nog op zoek naar een locatie om dat op zaterdag te doen. Het idee is dat we de locatie als start- en eindpunt gebruiken. Dat mensen daar een kopje koffie kunnen krijgen, dat ze ontvangst hebben en een borrel daarna. En we verwachten maximaal 140 mensen. Dus, mooi. Ja. En het goede doel is? iCare. En dat is? iCare staat, helpt mensen in Kenia, meisjes in Kenia, die als ze ongesteld zijn niet naar school mogen en daardoor een achterstand opbouwen. En iCare is een organisatie die recyclebaar maandverband, dat bestaat dus ook, recyclebaar maandverband maakt en verkoopt daar en de posities van die dames versterkt. Trouwens, ik kreeg net niet de minuut, dit gaan we niet uitknippen. Ik ben echt serieus op zoek voor Dog on Design. Naar een beroemde Nederlander, een BN'er met een hond. Een beetje een stijlvolle BN'er met een hond. Lies in de buurt van Eindhoven. Want wij gaan ook wandelen. Niet voor het goede doel, maar voor Dog on Design. Op de zondag, de eerste zondag van de Dutch Design Week. Dat is 21 oktober. Nou, dan ga ik jou meteen een vraag stellen. Ja? Pannenkoek. Ja, klopt. Goedemorgen. Hou je van pannenkoeken? Ja, tuurlijk. Dus het verhaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen heb je een beetje gemist? Dat heb ik in de auto gedaan. Daar was ik in de auto mee bezig. Dat snap ik niet. Vertel. Nou, ik was bezig om te denken hoe ik dat ga doen. Oh. Voor anderen. Heb je al... Oké, goed. En dat deel je nou met anderen? Ja. Oké, heel goed. Nou, dankjewel. We gaan je vaker zien. Jazeker. Okay. Ja. En ook voor de stichting Samen voor Eindhoven misschien? Geef je op of... Die ken ik niet eens. Nee, nou daar ging het verhaal over, maar ik zal je even aan Esther voorstellen dadelijk. Ja? Oké, dankjewel. Ja. Esther, hij heeft jouw verhaal helemaal gemist. Ik was te laat. Ik heb wel spijt. Ik heb jij hem bijgepraat?